In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Gaat u zitten. Welkom u allen deze middag hier in onze Lambertuskerk. Een bijzonder moment dat we samen zijn. We weten het al langer dat het zou gaan gebeuren, maar vandaag vieren we voor de laatste keer hier in dit kerkgebouw officieel de eredienst. Het is goed dat we, vooral met onze vrijwilligers, een aantal verenigingen, het gilde, verbonden mogen zijn hier in de kerk. En we zijn ook blij dat we via de livestream verbonden kunnen zijn met velen in onze parochie en wellicht ook daarbuiten. Een droevig moment dat we vieren. Maar tegelijkertijd zijn we ook op het feest, het hoogfeest van Pinksteren aangekomen. Gods geest mag ons telkens opnieuw kracht en moed en inzet geven. Wat er in ons leven ook gebeurt, juist op de momenten dat we het nodig hebben, juist op de momenten dat het moeilijk is, mogen we zijn geest ervaren. Het is goed, het is fijn dat we daarom zo hier samen kunnen zijn, ondanks alle beperkingen en maatregelen die er zijn. Ik mag u natuurlijk ook van harte welkom heten namens onze collega pastores die hier achter mij zitten, en ook namens het parochiebestuur. Een hartelijke groet mag ik ook overbrengen van burgemeester Hillenaar, die graag aanwezig had willen zijn, maar helaas verhinderd is. Deze plek waar zo lang zoveel mensen samen zijn gekomen om te vieren, daar mogen ook wij vanmiddag samen zijn. Ons verbonden weten met elkaar, een gemeenschap van levende stenen die God centraal stelt in zijn of haar leven. Dat we die verbondenheid mogen ervaren, bijzonder op dit Pinksterfeest. Laten we aan het begin van deze viering, voor de keren dat het mis is gegaan, dat we het anders of beter hadden kunnen doen, onze fouten en tekorten bij God neerleggen in onze schuldbelijdenis. Heer, die in deze wereld zijt gekomen om de liefde van de Vader te openbaren en ons het leven te brengen, ontferm u over ons. Christus, die eens voor al gestorven zijt voor de zonde om ons tot God te brengen, ontferm u over ons. Heer, die uw geest uitstort over alle mensen en de schepping weer nieuw maakt, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich dan over ons ontfermen, onze fouten en tekorten, onze zonden vergeven en ons eens geleiden naar het eeuwige leven. Yeah.
Laat ons bidden. Eeuwige, altijd aanwezige God, vandaag voltooit gij het paasmysterie van uw Zoon. Gij zendt uw Pinkstergeest over uw kerk en leert uw gelovigen de taal verstaan van uw liefde. Laat ons verademen in uw geest, het goede smaken door zijn wijsheid en vreugde vinden in zijn vertroosting. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en regeert in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. We mogen gaan luisteren naar woorden uit de Schrift. Lezing uit de Handelingen der Apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. En heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. Zij werden alle vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: maar zijn al die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parthen, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene. De Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hun in hun eigen taal spreken, van Gods grote daden. Woord van de Heer. Amen.
tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, leeft naar de geest, dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, strijdt met de geest en omgekeerd. Het verlangen van de geest komt in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop, zodat ge niet kunt doen wat ge zou willen doen. Maar als ge door de geest laat leiden, staat ge niet onder de wet. De uitingen van zelfzucht zijn bekend genoeg. Ontucht, onreinheid en losbandigheid. Afgoderij en toverij. Haat, tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, partijschappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en zo meer. Ik waarschuw u, zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb. Wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God nooit erven. De vrucht van de geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken. En zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de geest, willen we ook leven volgens de geest. Woord van God. Zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer de Helper komt, die ik u van de Vader zal zenden, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal hij over mij getuigenis afleggen. Maar ook hij moet getuigen, want vanaf het begin zit hij bij mij. Nog weer heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer hij echter komt, de geest der waarheid, hij zal u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat hij hoort, en u de gemeende dingen aankondigen. Hij zal mij verheiligen, omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Daarom zei ik dat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Woord van de Heer. U komt de lof toe.
Dierbare mede-christenen, ook alle die via de livestream met ons verbonden zijn. Als de stenen van dit gebouw konden spreken, zouden ze onvoorstelbaar veel te vertellen hebben. De middeleeuwse toren nog veel meer dan het later gebouwde kerkgebouw. Het zou verhalen kunnen vertellen die overlopen van vreugde, van dankbaarheid. Vooral het goede dat mensen hier mochten ontvangen. Ze zouden ook kunnen vertellen van de tranen van verdriet en pijn, van ziekte en afscheid. Als de stenen konden praten, zouden onze oren overvoerd worden met al die gevoelens van emoties, van vreugde, verdriet, pijn en dankbaarheid. Daarom is het goed dat we ook nu hier samen zijn en juist die gevoelens ook samenbrengen. Juist met u die hier bent in deze kerk als vrijwilligers en betrokken bij de geloofsgemeenschap van Beers, maar ook iedereen thuis die met ons meekijkt en wellicht ieder van ons zijn en haar eigen gevoelens, ervaringen en gebeurtenissen met zich meedraagt. In dit kerkgebouw is heel veel goeds, heel veel moois en heel veel dankbaars gebeurd. De kinderen die hier gedoopt zijn, die door hun ouders hier gebracht zijn om bij die gemeenschap van Jezus Christus te horen. Mensen die hier hun eerste communie ontvangen hebben, eucharistie gevierd hebben, maar ook momenten van afscheid en verdriet als we afscheid namen van mede-christenen. Maar ook andere momenten die we hier gevierd hebben, samen bijvoorbeeld met ons gilden die vandaag ook hier zijn, samen ook met onze carnavalsvereniging die vandaag ook hier zijn. En vele momenten van onze geloofsgemeenschap die hier in deze kerk met vreugde, verdriet en dankbaarheid samenkomen. En vandaag, op dit Pinksterfeest, nemen we afscheid van dit kerkgebouw als kerk, als ruimte voor de eredienst. Het deed me enigszins denken aan het gevoel dat die leerlingen van Jezus gehad moeten hebben toen hij na zijn verrijzenis zei: ik moet jullie verlaten. Ik moet naar de hemel gaan. Ik ben niet meer bij jullie. Iets wat goed is, wat fijn is, waar je dankbaar voor bent, dat wil je graag vasthouden. Dat kun je niet loslaten. Dat wil je eigenlijk aan je vastklampen. En toch moest Jezus laten gaan op Hemelvaartsdag. Maar hij deed hen een belofte. Hij zegt: wacht en ik zal jullie een helper zenden. Ik laat je niet alleen. God laat je niet alleen. De helper zal komen om met jullie mee te gaan, je hele leven lang. Gods Heilige Geest zal mogen leven in jou, met al de kwaliteiten die je in je draagt. Die gaven van de Geest, die mogen ook wij met ons meedragen. De liefde, de vreugde, de wijsheid, de raad, het ontzag, de eerbied voor God. Gaven, goede gaven van de Geest, die ieder van ons mag ontvangen. Het is ook die Geest die met ons op weg gaat door ons leven.
Niet alleen op de momenten dat alles goed gaat, dat het fijn is, dat we feest kunnen vieren, maar ook, of misschien beter juist, de momenten dat we het moeilijk hebben, zoals ook vandaag, als we afscheid nemen. Afscheid nemen doet pijn. Afscheid nemen, ook van dit kerkgebouw, laat een leegte vallen. In de gemeenschap, in onze parochie en wellicht ook in de leven van ons. Maar juist dan moeten we de moed niet verliezen. Juist dan moeten we proberen om elkaar te vinden, op welke wijze dan ook, hier in de geloofsgemeenschap of elders in onze parochie, om levende stenen van ons geloof te zijn. Om verbonden te blijven met elkaar, om elkaar niet los te laten. In Beers houdt het niet op. In deze plek, in de zijruimte, mogen we gelukkig blijven vieren, samen. Afscheid nemen doet pijn, maar we hopen dat het feest van Pinksteren ons ook de kracht geeft om de pijn te dragen. Met Gods liefde, omdat we weten dat God ons nooit in de steek laat. Alle ervaringen die in dit kerkgebouw gedeeld zijn, mogen we als parochie met ons meenemen. We laten ze niet achter. We nemen ze mee in ieder van ons hart, in de verhalen die verteld en geschreven worden, in het gebed tot God. Hoewel het misschien vreemd is dat we op dit Pinksterfeest afscheid nemen van dit kerkgebouw, is het tegelijkertijd misschien ook het mooie moment om dat te doen. Omdat Gods geest ons niet in de steek zal laten. Laten we ons verbonden weten met elkaar. Laten we de vreugde en de kracht van ons geloof samen nemen, oppakken en verder gaan. Zoals die leerlingen deden. Begeesterd door God trokken ze erop uit. In vreemde talen spraken ze met elkaar en verkondigden hun eigen boodschap. Gingen ze op weg, de wereld, de toen bekende wereld, om de boodschap te verkondigen van Gods koninkrijk midden onder ons. Dat verhaal is hier in dit huis gekomen. En dat verhaal, dat moeten we doorvertellen. Blijven vertellen, wij mensen, door God begeesterd, in vuur en vlam, door hem geraakt. Laten we met Gods liefde op weg gaan. Laten we de verbondenheid met elkaar vast blijven houden, versterken, zoeken op de plaatsen waar we samen mogen komen, samen kunnen zijn om het leven, om ons geloof te delen. Gods geest gaat met ons mee. Hij geeft ons de moed, de kracht en het doorzettingsvermogen om dat samen te kunnen. Laten we die geest in ons hart laten leven. Ik wens hem ons allen van harte toe. Amen. Wij mogen uitspreken dat we God nabij ervaren. In ons hart, in ons leven. Zoals zoveel het voor ons hebben gedaan, hier in deze ruimte. En zoveel het vandaag de dag
en in de toekomst nog zullen doen, waar ter wereld ook. We mogen vertrouwen in Gods kracht aan ons geschonken, beleiden we samen staande ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter hemel, de derde dag verrezen uit de dood, die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de dood. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Wij mogen blijven vertrouwen op God die ons wil inspireren en blijft inspireren. Daarom willen we in onze voorbeden bidden om zijn goede geest. Voor de kerk, de gemeenschap van gelovigen wereldwijd, dat zij het vuur onder ons aanwakkert en brandend houdt, dat zij ons voorgaat in liefde en barmhartigheid. Laat ons zingend bidden. Heer onze God, Heer de Hoogte. Voor onze aarde en al haar bewoners, dat zij een veilige woonplaats is voor heel uw schepping. Dat zij niet teloor gaat door het toedoen van onze mensen. Laat ons bidden. Heer, ons bidden. Voor onze missionaire werkers, die ver weg of dichtbij handen en voeten geven aan de blijde boodschap. Dat zij mogen volhouden, gesterkt door uw Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer, ons God, bidden voor ons. Voor zieke en lijdende mensen, dat zij door uw Geest getroost en gesterkt worden. Voor onze pasgedoopte, eerste communicanten en vormelingen, dat zij door de Geest die zij hebben ontvangen gaan verlangen in het voetspoor van Jezus te leven. Voor hen die gaan trouwen, dat zij elkaar hoog houden en blijven respecteren. Voor onze overledenen, dat zij mogen verder leven in het licht van uw Geest. Laat ons bidden. Bidden we vandaag heel speciaal voor onze parochie, bijzonder ook voor de geloofsgemeenschap hier in Beers, dat wij verbonden mogen blijven met elkaar, dat wij elkaar nabij zijn, juist op de momenten dat het moeilijk is, ook samen de vreugde van het leven en ons geloof mogen delen. Bidden we voor onze dierbare overledenen, die we missen, van wie we wellicht hier in de kerk afscheid hebben genomen, dat ze bij God thuis mogen zijn. Bidden we voor al onze parochianen, bijzonder hier in de geloofsgemeenschap Beers, dat Gods Geest wellicht juist nu mag inspireren tot verbondenheid, tot de gelovige weg die wij samen mogen gaan. Laat ons bidden.
Maken we het een ogenblik stil, leggen we onze persoonlijke intenties bij God neer. En vragen we in deze meimaand op voorspraak van Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. God, kom met uw heiligmakende geest en toon ons de weg ten goede. Raak ons met het vuur van uw liefde en maak ons krachtig om getuige te zijn, uw getuige te zijn. Door Jezus Christus, onze Heer. Wij gaan de altaartafel gereed maken met de gaven van brood en wijn om samen Eucharistie te vieren. En we mogen luisteren naar het Veni Creator. Thank you.
Bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God, gij zendt uw geest en alles wordt nieuw. Gij doet uit de aarde bronnen ontspringen en geeft voedsel voor al wat leeft. Voed ons met het ware brood en geef ons te drinken uit de bron van levend water. Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon uw kinderen zijn geworden, hebt gij op deze dag de Heilige Geest geschonken om het paasmysterie te voltooien. Hij was met uw kerk op het eerste Pinksterfeest. Alle volken heeft hij de ware God doen kennen. Alle talen heeft hij eengemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit liet toejuichen zonder einde. Gij zijt werkelijk de Heilige. Heer, uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheren. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Thank you.
Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om hun naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Gerardus, onze bisschop. Met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow upon the world all that is good. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, de Heer onze God, almachtige Vader. In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Roepen we daarom verbonden met elkaar en in de kracht van Gods Geest de Vader aan met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw liefde en uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust die mensen kan overkomen, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop
de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het onderwijs. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let dan niet op onze fouten en tekort op onze zonden, maar op het geloof van uw mensen, van uw gemeenschap hier verzameld, van uw kerk. En vervul aan ons uw belofte, geef ons vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Geef wij elkaar op een aangepaste wijze ook een teken van die vrede. Zodadelijk zullen wij communie uit gaan reiken. Wil u vragen om de aanwijzingen van onze vrijwilligers te volgen. Zij zullen aangeven wanneer u naar voren kunt komen voor de communie. U kunt volgens de richtlijnen die we hanteren uw handen opnieuw ontsmetten. Hier in de kerk hebben we helaas geen scherm. We willen u vragen om uw handen goed uit te steken, zodat we de communie in uw hand kunnen leggen. U kunt via de zijpalen dan weer terug naar uw zitplaats. Wil u ook vragen om tijdens het bewegen in de kerk uw mondkapje te dragen. Zalig zijn wij allen die genodigd zijn aan dit feestmaal van de Heer. Want zie, dit is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waard dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond. Lichaam van Christus mogen ons bewaren tot het eeuwige leven.
Laat ons bidden. Heer, uw Heilige Geest heeft de apostelen bevestigd om de zending voort te zetten van uw Zoon en overal op aarde zijn boodschap te verkondigen. Zend uw Geest ook over ons. Beziel deze gemeenschap met ijver en geestdrift om waar ook ter wereld van de grote daden die Gij hebt verricht te getuigen. Door Christus, onze Heer. Amen. Ik mag het woord gaan geven aan de vicevoorzitter van ons parochiebestuur, de heer Piet van de Koolwijk. Beste parochianen, hoeveel tegengestelde gevoelens kan een bijeenkomst als deze van vandaag oproepen? Dit is tenslotte niet zomaar een bijeenkomst. Het is de laatste eucharistieviering in de kerk zoals die door de tijden heen een functie heeft gehad. Het geeft teleurstelling en het doet pijn nu deze kerk vandaag aan de eredienst wordt onttrokken. Daarmee wordt een episode in de geschiedenis van Beers afgesloten. Velen hebben hier dierbare herinneringen liggen. Dopen, communie, trouwen, afscheid nemen. Het zijn de gemarkeerde momenten die het persoonlijk leven van veel inwoners generaties lang inhoud gaven. Niet alleen spirituele betekenis, maar ook erbij horen. Deel uitmaken van de gemeenschap waarin je leeft. Dit alles kon plaatsvinden omdat veel vrijwilligers hier jarenlang hun hart en ziel hebben gegeven om dit allemaal mede mogelijk te maken. Het is dan ook zeker geen luxe wanneer je als parochiebestuur een kerk moet sluiten. Kort samengevat, het is de keuze om de parochie te kunnen laten voortbestaan of ten onder te gaan. Parochianen, en zeker parochianen van deze geloofsgemeenschap, hebben dit ook gezien en hebben hier begrip voor getoond. En natuurlijk kijk je dan ook wat er behouden kan worden. Want dat is de tevredenheid en zelfs het positieve, wat vandaag ook genoemd kan worden. Gelukkig heeft Gertie Laham als nieuwe eigenaar begrip voor de historische en huidige betekenis van dit gebouw. Samen met ons, en natuurlijk op de achtergrond het gemeentebestuur, is invulling gegeven aan de nieuwe functie. Vanaf het eerste moment dat we in de zaal hier tegenover aan de inwoners de plannen konden presenteren, werden deze met instemming ontvangen. Iedereen was ervan overtuigd dat deze plannen een betekenisvolle bijdrage voor de toekomst zouden kunnen opleveren. Vooral ook de manier waarop dit proces inhoud heeft gekregen, stemt tot tevredenheid.
respect voor de historische betekenis en dit verbinden met de toekomstige functie. Dat is het positieve gevoel wat vandaag ook een plaats vindt. Wij zijn Gertie daar erkentelijk voor. Te meer ook omdat dit proces niet slechts 3/4 jaar, zoals we vooraf hadden ingeschat, maar 3 volledige jaren in beslag heeft genomen. Dit vraagt niet alleen geduld, maar ook vertrouwen in de mogelijkheid om je ideeën te kunnen realiseren. Daarom is het goed om op dit moment even stil te staan bij wat de plannen te bieden hebben. Het monumentale gebouw met zijn markante uiterlijk en de binnenkant. Kijk om u heen, zou ik nog eens een keer willen zeggen, blijft behouden. Velen hechten daar ook waarde aan. En komend vanaf het westen zie je in de verte deze kerktoren opdoemen. Het is een oriëntatiepunt wat voeding geeft aan een weer thuiskomen gevoel. Daarnaast blijft het gebouw voor Beers ook een sociaal-maatschappelijke functie bieden. Dat betekent dat niet alleen op afstand naar het gebouw gekeken kan worden, maar ook dat de schoonheid van het erfgoed, wat onze voorouders hebben nagelaten, aan de binnenkant kan worden blijven bezichtigd. En, last but not least, daarnaast blijft er gelegenheid om diensten te kunnen blijven houden, waarmee ook de functie in stand blijft. Dit alles wordt gedragen door grootschalige evenementen die ook hier georganiseerd zullen gaan worden. Daarmee is een nieuw tijdperk aangebroken, wat hopelijk net zoveel voldoening zal gaan geven als het verleden gedaan heeft. Want het is goed om terug te kijken en daaruit mee te nemen wat waardevol is en tegelijk het vizier op de toekomst te richten. Ik heb de indruk dat dit hier alles verenigd kan worden. Ik kom tot een afsluiting. Ik refereerde aan de tegengestelde gevoelens die deze bijeenkomst kan oproepen. Natuurlijk is dat ook zo. Maar ik denk wel dat we alles overziend blij mogen zijn met deze invulling, waarmee Beers een periode afsluit en met vertrouwen aan een nieuwe periode kan gaan beginnen. Daarmee kan toch een positief gevoel overheersen en wens Gertie namens het parochiebestuur daar alle succes mee. Dank u wel. Een van de koorleden, die ook vandaag een delegatie in ieder geval van het koor dat gezongen heeft, heeft een lied geschreven bij deze gelegenheid, bij deze viering. Een lied op een bekende melodie van het dorp, met herinneringen aan een verleden, aan het geloof, aan de kerk hier in Beers. We mogen ernaar gaan luisteren. Denk aan de dagen van Balier, de kerk
was zondags bij Kwaadval. Dat speelde toen een grote rol, men ging tenminste wel twee keer. Meneer Pastoor was er te laat van ver boven de middenmaat. Ik zie hem nog door de straten schrijden. De kapelaan zijn stuk of drie woonde toen op de pastorie. Met in de huishouding twee meiden. Ach ja, het rijke roze leven. Daar denk ik nu nog dikwijls aan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De scholen waren in die tijd nog aan een heilige gewijd. Daar gingen roomse kinderen heen. De religieuze met gezag zwaaide de schepper daar een ak. Ze waren streng in het algemeen. En eens per maand in ganse pas gingen we met de hele klas om onze zonde te beleiden. En in de biechtstoel kwam gesmeerd het rijtje uit het hoofd gelicht. Ja mens, dat waren nog eens tijden. En naar de schoolmis elke morgen, daar kwam op je rapport te staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan. Elk clubje dat werd opgericht, herinnert u zich ook wellicht. Dat kreeg een geestelijk adviseur. De missie was nog ver van hier, we spaarden veel zilver papier, voor alle heidenen in kleur. Was je niet van de middenstand, dan werd je nooit een collectant, dan kon je hooguit kerkwacht worden. Dat waren mensen met zo'n band, die met de harde werkmans hand, degene die sliep steeds wakker porde. En bouwpastoor zag je er vegen, op zondag op de preekstoel staan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan. Ja, toen feesten bij de vleet, je zondagspak ging steeds gereed, processies trokken over straat. De bruidjes in een lange rij, de zangers, de verkennerij, devotie straalde van gelaat. Het rozenhoedje duurde lang, van donderbreken was je bang, de wierooklucht was om te snijden. Het vesperuur lof en gebed, en de retraites waren vet, met rechts de jongens en links de meiden. De kerk was alles in je leven, bepaalde toen heel je bestaan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan. De vaste tijd was lang en zwaar, geen vlees of snoep of een sigaar. Je vaste trommetje zat vol, op goede vrijdag die berouw, geen jubilea, geen getrouw. De kerk speelde een grote rol. Het geld bepaalde wie je was, je trouwde eerste of tweede klas, met rode vanen of een loper. En dan bij de begrafenis deden drie heren soms te mis, met één heer was het wel goedkoper. Het was zo schoon het roomse leven, zo trouw, zo klakloos nam je aan. Ik was een kind en wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan. En dan op kerkelijk gezag, hielden we ook onthoudingsdag. Dan kreeg je vis met botersaus. We kenden toen nog bankenpacht, een protestant die was veraf. En onfeilbaar was de paus. Weet u nog wat een afloop deed? Als iemand aan een ziekte leed, hield de familie in de venen. Ook als ik alles zingen zou, stond ik hier tot de morgen dauw. Er is toch o zoveel verdwenen. Maar ah, ons rijke roomse leven, daar denk ik soms met weemoed aan.
Ik was een kind en kon niet weten dan het vergoed voor mij zou gaan. We zijn aan het einde van onze laatste viering hier in onze Lambertus Kerk. Ik wil mij graag aansluiten bij één specifieke zin die onze vicevoorzitter aanhaalde. De inzet van onze vrijwilligers. Dat is ook de reden dat we heel speciaal u, onze vrijwilligers, om deze biologische gemeenschap hebben uitgenodigd om vandaag hier te zijn. Zonder vrijwilligers, zonder hun inzet, zonder hun betrokkenheid kunnen we geen gemeenschap zijn. Velen die het voor ons hebben gedaan, maar ook nog velen die het na ons doen. Dat kan alleen maar een woord van dank betekenen naar u allemaal. Heel bijzonder. Dank is groot voor ons als parochiebestuur en ook zeer bijzonder voor ons als pastoors. En we hopen dat dit dankjewel ook een doorgaan is, dat we elkaar blijven ontmoeten in onze geloofsgemeenschap hier en weer in onze parochie. Maar bij dat woord van dank wil ik ook een teken stellen. Ik hoorde van de week dat we één vrijwilliger een geval hebben die dit jaar 50 jaar vrijwilliger is hier in onze parochie. Deze microfoon. Ja. Dankjewel. Dat we één vrijwilliger hier in onze parochie hebben die 50 jaar vrijwilliger is. Als onze jonge vrijwilligers van vandaag de dag, die we ook hebben gelukkig, dat vol zouden houden, zou dat heel bijzonder zijn. Ik wil aan die vrijwilliger als symbool voor alle vrijwilligers van deze geloofsgemeenschap, niet alleen voor hem, maar voor iedereen, mag ik de bisdompenning van het bisdom van Sittelbosch overhandigen. Harry, ik wil jou vragen om even naar mij toe te komen. Hij vertelde mij toevallig van de week dat hij 50 jaar als vrijwilliger hier in Beers is. Dat na zijn aankomst hier in Beers, toen hij hier kwam wonen, begon is bij het zangkoor. En de rest van de litanie ga ik niet opnoemen, Harry, wat je allemaal gedaan hebt. Wij zijn je in ieder geval zeer dankbaar voor alles wat je gedaan hebt. En in jou, u allemaal en ook al degenen die niet bij ons kunnen zijn, maar zeker veel betekenen en betekend hebben en hopelijk ook mogen betekenen voor onze parochie en bijzonder voor onze geloofsgemeenschap. Ik mag jou, Harry, namens onze bisschop, monsieur de Korte, ik ga hem eruit pakken, kan ik hem wat beter laten zien, de bisdompenning overhandigen van de heilige Johannes Evangelist, de patroon van ons bisdom op de voorkant. En op de achterzijde staat het wapen van ons bisdom, de adelaar van Johannes met de inktpot van de evangelist. Ik ga hem bij je neerzetten, ik mag hem niet, helemaal in handen geven. Bij de penning hoort ook een opsteekspeld. En nou ga ik mijn mondkapje in ieder geval wel even opzetten. Je hebt eigenlijk geen plek. Er zit er al een. Ja. Ik
Alsjeblieft. Bij de penning en de speld wordt ook een oorkonde getekend door onze bisschop. Harry, in jou wil ik niet alleen jou bedanken, maar wil ik ook al die andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet. En wil ik vooral op de hoop uitspreken dat we nog heel lang en heel veel met elkaar verbonden mogen blijven. Op naar de toekomst toe. Dankjewel. Pastor, heel hartelijk bedankt. Dan ben ik 81 jaar en dan kan ik me niet gedragen als een grote jongen en mijn tranen in horen. Met de woorden die de pastor heeft gesproken door mij als vrijwilliger, hoop ik dat jullie die ook allemaal goed gehoord hebben en dat we nog lang samen vrijwilliger mogen zijn en de diensten mogen vieren in de kapel hiernaast. Alleen lukt dat niet, dus ik hoop en ik vertrouw op dat jullie als vrijwilligers er allemaal mee blijft doen in onze kapel. Ook jullie dus van mijn kant dus heel hartelijk dank voor alle steun die jullie mij in de loop der jaren hebben gegeven. Van week heb je gesprek over alles wat er aan gebeurd is in de loop der tijd. En is me dit ontvallen, dat ik dus augustus 1970 me aansloot bij het koor, gevraagd door Cor van den Heuvel. En die hebben eigenlijk nu als dirigent van het koor en die gaf een beetje vooraf les voor een volkszang. En daar deed ik toen ook weer uit volle borst en mee. En dat is het begin geweest van mijn werk als koorzanger en ook heel snel daarna verdere diensten in de kerk. Ik heb het altijd met heel, heel veel plezier gedaan. En dat blijf ik, zolang het aan mij dat mogelijk is, blijf ik dat doen. Maar in ieder geval allemaal jullie hartelijk dank voor hulp. En de pastor, hartelijk dank voor deze aandacht. Niet de richting. Dankjewel. We zullen, tenminste ik hoop dat Harry dat ook goed vindt, dat we morgen de penning zullen we in de vitrine die nu in de kinderkapel staat, als u morgen nog naar de kerk komt, om er nog een keer heen te wandelen, kunt u hem van heel dichtbij zien. Dan kunnen we hem wel neerleggen bij de kerk. De belangrijkste steun die ik heb gehad en nog iedere dag ervaar, is van mijn vrouw. Die mag ik niet vergeten. Dat is mijn de grootste steun. Achter een vrijwilliger zit meestal nog een vrijwilliger. Laat u die ook goed in ere houden. Wij gaan symbolisch de kerk aan de eredienst onttrekken. Vandaag is de laatste dag dat we aan dit altaar Eucharistie hebben gevierd. We zullen dit altaar leeg gaan maken. We zullen het ontbloten weer terugbrengen naar de staat zoals het begon voordat het gewijd werd. We zullen dan de ciborie die nu in het tabernakel staat, kort op het altaar neerzetten om het daarna uit de kerk in de sacristie neer te zetten. Daarmee is de kerk dan aan de eredienst onttrokken.
Maar we mogen ons telkens opnieuw door Gods geest blijven laten inspireren. Wat altijd is geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan ons vandaag. Eén kaars laten we branden hier bij het altaar vandaag. De paaskaars, het licht van de levende en verrezen Heer. Hij laat ons nooit in de steek, hij gaat altijd met ons mee. Zo dadelijk gaan we deze ruimte verlaten. De gilde zal dadelijk een gildegoed brengen buiten op het kerkplein. Gilde zal als eerste de kerk verlaten. Wij zullen als priesters volgen en ons begeven naar de rechterzijde van hieruit rechts van het kerkplein, zodat u op aanwijzing van onze vrijwilligers ook de kerk kunt gaan verlaten en ons bij ons aan kunt sluiten. Bij het verlaten van de kerk hebben wij ook voor u nog een presentje, een herinnering aan deze dienst, aan deze dag. Aan de heilige Lambertus, dat we van harte aan u aanbieden. We hadden elkaar graag hierna willen ontmoeten, maar door omstandigheden en de eisen die op dit moment gelden, vinden we het verstandiger om dat nu niet te doen. Maar onze vrijwilligers kunnen er zeker op vertrouwen dat als de ruimte
zich biedt, als de overheid de mogelijkheden geeft, dat we u spoedig zullen uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Leven, geloof, met elkaar te blijven delen, ook hier in Beers. Vragen we dan om Gods zegen. En ik wil mijn collega's uitnodigen om met mij de handen over u uit te strekken, om Gods zegen te vragen over u, over alle die met ons verbonden zijn via de livestream, over alle die u dierbaar zijn, over onze geloofsgemeenschap en onze parochie. De Heer zij met u. God, Vader van alle licht, die op deze dag de leerlingen heeft verlicht, mogen door de uitstorting van de Geest, de Trooster, u de vreugde van zijn zegen schenken en de gave van de Geest in overvloed. Mogen het wonderbaar vuur dat boven de apostelen is verschenen, uw hart zuiveren van alle kwaad en u verlichten met zijn helder licht. En mogen Hij, die mensen van verschillende talen één heeft gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof, u de kracht geven om in dit geloof te volharden en zo uw hoop doen overgaan in de aanschouwing van Gods liefde. En zegen u allen de algoede God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat in vrede heen, alleluia, alleluia. God zij dank u aan, alleluia, alleluia. Op de plaats, rust, rust.
Ja.